Hoofdstuk 5 gaat over het toevoegen van waarde. We gaan het onder andere hebben over kapitaalgoederen, over vermogen, over de productiefactoren. We gaan het hebben over hoe toegevoegde waarde werkt. En we gaan heel even terugkijken naar HAVO 3. Een stukje bruto winst, netto winst erbij pakken, bedrijfskosten en het verschil tussen balans en resultatenrekening. Nou, het hoofdstuk begint eigenlijk met de uitleg over kapitaalgoederen. Daar geven ze niet echt een uitleg over wat dat is. Maar we weten inmiddels dat kapitaal betekent iets heel groots, iets heel duurs. Dus dat wil zeggen dat, dat aan de hand daarvan zou je ook kunnen raden wat kapitaalgoederen zijn. Nou, dat zijn vaak grote, omvangrijke en dure dingen in een bedrijf. Dus dan zou je het bijvoorbeeld ook kunnen hebben over bijvoorbeeld auto's, over machines. Vaak worden panden als kapitaalgoederen gezien. Ja? Dus dat wil zeggen dat dure dingen, grote dingen, worden niet in productieproces gebruikt. Grote, lange termijn dingen. Ja? We hebben natuurlijk gehad vorig jaar, ook in HAVO 3 in hoofdstuk 5, over vermogen. En vermogen hadden we ook al gezien dat het verschil was tussen eigen vermogen en tussen vreemd vermogen. We weten inmiddels ook dat dat op de balans stond. Had je aan de linkerkant, komen we dadelijk iets uitgebreider op uit. Linkerkant had je dan de activa staan, wat er in het bedrijf zat, en rechts had je dan de passiva staan. Nou, daar stond aan de linkerkant stond er eigen vermogen en aan de rechterkant stond er dan vreemd vermogen. Ja, nou, ik zeg het natuurlijk fout, aan de rechterkant staat eigen en vreemd vermogen, alleen dat is natuurlijk een verschil tussen wat eigen vermogen is en vreemd vermogen. Was alle twee een schuld, hebben we het vorig jaar over gehad, hè? Het enige verschil was, als het een eigen vermogen was, was het een schuld van het bedrijf aan de eigenaar. De eigenaar zelf. En was het vreemd vermogen, dan was het een schuld aan iemand van buiten het bedrijf. Dus bijvoorbeeld een lening is vreemd vermogen. Je leent bijvoorbeeld bij de ABN AMRO Bank iets. Ja? Eigen vermogen wou inderdaad dus zeggen dat je dus het bedrijf een schuld had aan de eigenaar. Dus als ik eigen vermogen heb, wil dat eigenlijk zeggen dat mijn bedrijf een schuld heeft aan mij. Het bedrijf is geen natuurlijk persoon, het is een rechtspersoon. Ik ben een natuurlijk persoon, dus eigen vermogen is een schuld van de rechtspersoon aan de natuurlijke persoon. Komen we daar nog iets uitgebreider op terug bij de uitleg over balans en resultaatrekening. Productiefactoren en beloningen hebben natuurlijk met waarde toevoegen te maken. Daar zeggen we eigenlijk altijd van, productiefactoren mag je onthouden als ezelsbruggetje Kano. Dit jaar alles over gehad? Ja. Denk ik ook. Hè? Maar dus, ik heb ze nog een keer opgeschreven, dus kan ik iets sneller doorheen. Kapitaal had ermee te maken dat kapitaal kon of betekenen heel veel geld. Nou, hoe kan je geld verdienen? Via geld. Door het op de bank te zetten en rente te ontvangen. Het kan natuurlijk ook zijn kapitaal dat je bijvoorbeeld machines hebt die wat je doet verhuren. Zeg je huur. Arbeid hadden we gezegd, als je doet loon, loon krijg je op het moment dat je doet werken, loon naar werken. Pacht ontving je op het moment dat je dus een stuk grond had. En winst deed je ontvangen indien dat je ondernemer een eigen onderneming had en goed deed ondernemen. Ja, Kano. Dus dat wil zeggen dat we hebben 4 productiefactoren en 5 beloningen. En die 5 beloningen samen, wat vormden die? Het? Die 5 beloningen samen. Sommige mensen hadden er eentje, sommige 2, sommige 3, sommige 4, sommige 5. Als je die bij elkaar optelde, dan kreeg je het primaire inkomen, inderdaad. Ja, steeds bij elkaar was het primaire inkomen. Heel goed. Maar nu ook niet de fout dat je denkt, ja, ik heb alles al opgeschreven. Nee, dit is een aantekening. Ik heb hier wat dingen opgezet. Ik kan niet alles opschrijven. Ja? Dus die sommige mensen alleen maar een beetje gapen. Denk, ja, leuk dat dit er dadelijk staat, maar weet je nog niet waar het over gaat. Vaak dan hebben ze het heel kort even over iets wat bijvoorbeeld wel geld kan kosten, maar geen uitgave is. Dan hebben ze het bijvoorbeeld over afschrijvingen en over belastingen. Ja, een afschrijving, dat is natuurlijk wel kosten. Want, wat was een afschrijving ook alweer? Wat was een ander woord voor afschrijving? Wie weet dat nog? Met HAVO 3 misschien? Ja? Inventaris? Nee? Dat was zeg maar alles bij elkaar. Ja, nee, dat was alle meubels en dergelijke. Inventaris, alle meubels. Maar was afschrijving? Geen bankafschrift, dat is wat anders, hè? Maar afschrijving. Ander woord voor afschrijving was? Ja, hij zat er vorig jaar in. Waardevermindering. Ja, dus afschrijving was een ander woord voor waardevermindering. Dus dat wil zeggen, als jij bijvoorbeeld een machine hebt, of een auto hebt, die wordt minder waard. Iedere dag dat je het gebruikt, of niet gebruikt, wordt het minder waard. Op het moment dat iets minder waard wordt, zijn er dus wel kosten. Maar geen uitgaven.
Als ik een auto heb aangeschaft van 100.000 euro, wordt die iedere dag minder waard. Dat kost mij indirect geld. Ja, want als die per dag 1000 euro minder waard wordt, kost me dat indirect geld. En dan krijg ik minder geld terug voor die auto. Maar het zijn geen uitgaven. Ik hoef die 1000 euro niet te betalen. Ik heb die 100.000 al betaald. En als die 1000 euro per dag minder waard wordt, ja, dan hoef ik die 1000 euro dus niet nog een keer te betalen, zeg maar. Dus we hebben over afschrijving, hebben we dus over waardevermindering, hè. Belastingen, ik geloof dat ze ook in het boek zeggen, nou, ja, het zijn wel kosten, het zijn niet direct uitgaven. Dus bijvoorbeeld hè, dat belasting via het salaris en dergelijke wordt al ingehouden als het ware van jouw salaris. Ja, dus nou, als we dan dus kijken inderdaad van, we hebben het over kapitaalgoederen, over grote producten, we hebben het over vermogen, over geld, we hebben het over kano en we hebben het over kosten en uitgaven. Ja, op een gegeven moment kom je dan natuurlijk wel bij het stukje toegevoegde waarde. Het woord, vaak is economie ook woord verklaren, toegevoegde waarde. Dus waarde die wat wordt toegevoegd. Nou, dat kun je dus eigenlijk met een bedrijfskolom kun je dat aantonen. Dit wat hier staat noemen we een bedrijfskolom. Ja? En die bedrijfskolom als het ware gaat eigenlijk van oerproduct naar eindproduct. Ja? Dus als we kijken, het oerproduct van een zak chips is aardappel, ja, tuurlijk. Zak chips begint bij een aardappel natuurlijk. En door die bedrijfskolom te volgen, zeg maar, kom je uiteindelijk van het oerproduct van die aardappel naar dat eindproduct. En dat is die zak chips wat in de winkel ligt. Mensen, niet ondertussen. Niet nu. Als je het niet kan ophouden, mag daar naar buiten. Dus het oerproduct is inderdaad de aardappel. Het eindproduct is de zak chips. Nou, daarvoor moet die aardappel natuurlijk wel wat stappen ondernemen. Dat noemen ze ook wel de bedrijfskolom. Ja? Die kolom die heb ik hier even de meest makkelijke vorm uitgetekend. Er zitten natuurlijk nog wel wat andere dingen bij. Maar ik wil je duidelijk maken wat toegevoegde waarde is. Nou, waar begint die aardappel? Die begint natuurlijk bij de boer. Die boer die gaat wat plantjes zaaien. Hoe aardappelen ook groeien, maakt verder ook helemaal niks uit. Die stopt dat in de grond. Vervolgens moet hij water geven. Vervolgens moet hij het oogsten. Noem maar even op. Moet ze schoonmaken. Weet ik veel. Dat is allemaal zit bij die boer. Nou, die boer, die zaadjes voor die aardappelen, die kosten misschien 1 cent. Ja. Vervolgens verkoopt hij die aardappelen. Ik weet niet hoeveel aardappelen dat in een zak chips zitten. Maar stel even voor, het zijn even voorbeeldgetallen om jullie iets duidelijk te maken. Die verkoopt hij voor 13 cent. Stel even voor dat er 3 aardappelen of zo in een zak chips zitten. Nou, die 3 zaadjes daarvan die kosten 1 cent. En vervolgens voegt hij dus 12 cent aan waarde toe. De toegevoegde waarde van de boer is dus 12 cent. Nou, vervolgens koopt Lees die aardappel voor 13 cent in. Zij gaan hem vervolgens een smaakje geven, nog een keer extra wassen. Ze gaan hem in een mooi zakje stoppen, enzovoort, enzovoort. Dus je ziet dat die waardetoevoeging hier ineens van 13 naar 50 cent gaat. Ja, 37 cent waardetoevoeging. Ja. Vervolgens, als de Lees als het ware die aardappelen in een zakje chips heeft gedaan, gaan zij hem verkopen voor 50 cent aan de groothandel. Nou, de groothandel is natuurlijk bijvoorbeeld de Sligro, de Hanos, Macro. Daar kopen bedrijven, de detailhandel, koopt daar als het ware hun producten in. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk is het zo natuurlijk dat de lokale supermarkt naar de Sligro gaat of naar de Macro gaat en zegt, weet je wat, jullie hebben daar 10.000 zakken chips liggen, doe mij er maar 1000 van. Dat is eigenlijk hoe het zou moeten werken. Ja, maar sommige mensen mogen ook bij de Macro en Sligro kopen. Ja, dat klopt. Maar dat zijn mensen bij bedrijven. Dus dat wil zeggen dat die detailhandel, dus dat is bijvoorbeeld de Jumbo, Albert Heijn, Jan Ninders, weet ik voor welke dat je allemaal hebt. Die detailhandel die kopen weer van de groothandel. Nou, we hebben gezien, de groothandel kocht het in voor 50 cent en zij maken 20 cent toegevoegde waarde. De detailhandel vervolgens koopt het in voor 70 cent en verkoopt het bijvoorbeeld voor 99 cent. Voegen zij ook nog een keer 29 cent toegevoegde waarde toe. Ja, dus in die bedrijfskolom worden dus eigenlijk 3 aardappelen met een waarde van 1 cent uiteindelijk ja, van 99 cent verkocht. 99 keer zoveel. Nou, en daar zitten best wat stappen tussen. Sommige mensen hebben misschien ook wel eens gehoord van een bedrijfstak.
De bedrijfstak is niet van boven naar beneden, want dit is de bedrijfskolom. De bedrijfstak zit opzij. Dus dat wil zeggen, hier, dit zijn alle fabrieken van chips. Hier zitten alle groothandels. Dus als je het over de bedrijfstak groothandel hebt, heb je het over de Sligro, Hanos, Makro. De bedrijfstak detailhandel, Jan Lenders, Albert Heijn, Jumbo, C1000, weet ik van wat allemaal bestaat. Ja, dus dan kijk je bij de bedrijfstak, kijk je naar de vertakkingen als het ware. Bedrijfskolom is van boven naar beneden. Nou, en zo zie je dus dat er in iedere schakel wordt er waarde toegevoegd. Ja? En die waardetoevoeging, ja, dat kan best oplopen. Nou, in het boek zeggen ze dan, wat is toegevoegde waarde? Omzet minder inkoopwaarde van de grondstoffen. Nou, vind ik prima. Want wat betekent de omzet ook alweer? U weet dat nog, wat betekent de omzet van een bedrijf ook alweer? Het is actiever, mag wel mensen, ja? Alles wat een bedrijf verdient, zeg maar gewoon. Zonder afdruk, binnenkrijgt. Ja, alles wat een bedrijf. Ja, omzet is inderdaad alles wat een bedrijf binnenkrijgt. Hè? Dus gewoon wat er op het einde van de dag in de la zat, als het ware. Dat was omzet. Ja, ik zie weer niemand schrijven, denk ik. Ja, dat zal... Of dan zijn jullie nu een beetje zo aan het zitten en denken, oh, hij zal het wel vertellen en we kijken het filmpje wel 38 keer terug. Maar bij de meeste twijfel ik daar wel aan. Kom mensen, het staat er niet, hè. En als je niets weet, zou je misschien toch eens iets moeten doen om dat op te schrijven. Anders komt het er nooit te staan. Dus, inderdaad, we gaan kijken wat is toegevoegde waarde dan. Nou, al het geld wat er binnenkomt, minder inkoopwaarde van die grondstoffen. Nou, dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt, hè. Dus, hè, zij kopen het in voor 13 cent en zij verkopen het voor 50 cent. Ja, dan is de toegevoegde waarde 37 cent. Ja. Nou, als we dan nog heel even gaan kijken, inderdaad, van nou, hoe zat het ook weer met bruto winst en netto winst? Daar hebben we het vorig jaar natuurlijk ook over gehad. Staat bovenaan de omzet, alles wat een bedrijf binnenkrijgt. Min de inkoopwaarde, dat was natuurlijk waarvoor het bedrijf dat had ingekocht. Als je bedrijfseconomie hebt van meneer Van der Laak of zo, die zal zeggen de inkoopwaarde van de omzet. Want dan gaat het natuurlijk om, als jij bijvoorbeeld hier zegt van nou, weet je wat, we doen blikjes Red Bull verkopen en we verkopen 100 blikjes per dag. Nou, dan is de omzet 100 blikjes, dat was de afzet dan, hè, keer die 2 euro, verkoopprijs, 100 keer 2 euro is 200 euro. Dat is de omzet dan. Dat is wat er in de kassalaar komt te liggen. Nou, die inkoopwaarde van de omzet, dan ga je dus ook alleen maar naar die 100 blikjes kijken. Ook al heb je dan nog 200 blikjes over staan, dan maakt dat niks uit. Het gaat erom de inkoopwaarde van die omzet. Dus dat wil zeggen, die inkoopwaarde in dit geval is die gewoon dan 100 blikjes keer, dan zeggen ze even wat, 50 cent of zo. Nou, dan heb je dus de omzet 100 blikjes keer 2 euro. Inkoopwaarde 100 blikjes keer 50 cent, 200 euro, min 50 euro, bruto winst 150 euro. Nou, vervolgens gaan we dan naar bedrijfskosten toe. Dat zijn alle overige kosten buiten de inkoopwaarde. Dus personeelskosten, dus marketingkosten, noem maar even op. Die zitten allemaal bij de bedrijfskosten, overige kosten. En als je die ervan afhaalt, dan kom je op de netto winst uit. Dus eigenlijk, sommige mensen zeggen dan, ja, dus bruto winst is een beetje hetzelfde als toegevoegde waarde. Mag je wat mij betreft wel zo zeggen. Ja? Nou, als we dan een keer naar die bedrijfskosten gaan kijken, dan had je vaste en variabele kosten. Nou, vaste kosten, het woord zegt het al, die zijn vast, die zijn onafhankelijk. Variabel, dat zijn de afhankelijke kosten. Nou, wat bedoelen we daar nu precies mee? Dat vaste kosten, die zijn onafhankelijk van hoeveel producten dat je maakt. Stel je voor dat we in dit lokaal, dat we gaan zeggen, we gaan hier schoenen maken. We gaan dit lokaal huren van de directeur hier. Die directeur, die zal niks uitmaken of we hier 1 paar schoenen gaan maken, of dat we er 1000 paar gaan maken. Hij zal zeggen, ja, ik wil gewoon die huur hebben. Maakt me niks uit wat je hierin doet, hoeveel dat je er verkoopt, of hoeveel dat je er maakt. Daarom zijn die onafhankelijk. Die variabele kosten zijn afhankelijk. Nou, waar zijn die afhankelijk van? Van jouw productiegrootte. Des te meer dat je produceert, des te meer variabele kosten heb je. Nou, wat zijn dan voorbeelden daarvan? Bijvoorbeeld de huur. Zoals het lokaal hier. Of bijvoorbeeld de loon van de directie. Ja, ik als directeur moet blijven zitten. Aan de andere kant hebben we loon van overig personeel, staat bij de variabele kosten. Als die schoenen ingepakt en dergelijke moeten worden, ja, dan heb ik wel meer personeel nodig. Dan maakt het wel degelijk uit of ik 1 paar schoenen maak per maand of dat ik er 1000 paar maak. Ja? Dus daarom, als je dan personeel zegt, personeelskosten, wil ik wel weten of je het over de directie hebt, of administratie, of dat soort medewerkers,
of dat je het over het personeel hebt dat het ook doet maken. Nou, onafhankelijk is bijvoorbeeld ook marketing. Dan zeg je gewoon, we willen een budget hebben. Nou, wat zijn een variabele kosten? Bijvoorbeeld de materialen. Dus als je bijvoorbeeld zegt van, ik maak leren schoenen. Ja, als je 1000 paar leren schoenen maakt, heb je ook 1000 keer zoveel materiaal nodig dan dat je 1 paar schoenen maakt. Dus materialen kunnen ook bijvoorbeeld veters of katoen zijn als je t-shirts te maken. Ja, dus dat wil zeggen dat die bedrijfskosten, die moet je dus ook weer kunnen verdelen in vast en variabel. Ja? Nou, laatste waar we het dan over hebben, was het verschil tussen de balans en de resultatenrekening. Ja? En ik geloof dat ze de balans nog niet eens zo heel erg benoemen, als ik dat zo even kijk. Nee. Balans, er stond eigen vermogen en dergelijke op, hè. Maar die resultatenrekening, nou, dan kan je ook inderdaad, als je dat echt wil weten, kan je ook de uitleg van HAVO 3 nog een keer terugkijken. Dan heb je er over 20 minuten, de hele uitleg. Maar op de balans en resultatenrekening waren nog wel wat verschillen. Omdat op de resultatenrekening, daar stonden de opbrengsten en de kosten op. Dus hadden we aan de linkerkant de kosten en aan de rechterkant hadden we dan de opbrengsten staan. Ja? En bij die opbrengsten hebben we dus ook bijvoorbeeld over de omzet. Nou, we weten, de balans was bezitting en schuld. Ja, dus dan had je aan de linkerkant had je de bezittingen en had je hier de schulden. En dan had je bij de resultatenrekening had je de kosten en de opbrengsten. Ja? En dat wilde dus ook zeggen dat je dus op een balans heb je geen winst en verlies. Heb je wel eigen vermogen en vreemd vermogen. Terwijl bij de resultatenrekening kun je wel winst of verlies zien. Nou, we hebben ook wel eens gezegd dat de balans bijvoorbeeld op een bepaalde datum was. Hè, dus bijvoorbeeld op 1 januari is de balans dit. De bezittingen en de schulden zijn dit. En de resultatenrekening gaat over een periode. Dus bijvoorbeeld de maand januari of zo. Dan kun je zeggen inderdaad, in de maand januari waren de kosten zoveel en waren de opbrengsten zoveel. Ja, dus nou, als je dat echt wil weten en je moet dan nog echt dieper in, kan je het of inderdaad in het boek lezen of je gaat nog heel even naar de uitleg van HAVO 3 terug. Dus als we nu gaan kijken, toegevoegde waarde is dus inderdaad dat een bedrijf in ieder proces van de bedrijfskolom waarde doet toevoegen, door er iets aan toe te voegen. En sommige mensen zullen misschien nog dan zeggen, ja maar wacht even, wat doet die groothandel dan? Want eigenlijk kopen zij het in van Lees en zij verkopen het aan de Albert Heijn. Wat voor een waarde voegen zij dan toe? Zij doen er niks meer mee hoor, die zakken chips zijn zakken chips. Ja? Een hele grote supermarkt. Doen die ook soms rechtstreeks van de fabriek? Ja, die kunnen soms, als jij voldoende afneemt, kunnen die dan ook wel eens die tussenstap eruit nemen. Ja, hele grote dingen. Misschien Albert Heijn zelfs ook wel. Ja. Maar wat doet zo'n groothandel dan bijvoorbeeld nog toevoegen? Want eigenlijk, de detailhandel doet eigenlijk ook niks, hè. Die kopen het in, ook al zou Albert Heijn het direct van Lees kopen, zij doen niks meer met die zak chip, hè. Maar wat is dan de waarde wat zij toevoegen? Ja, maar dat wil iedereen. Maar welke waarde voegen zij dan toe, zeg maar? Dan hebben we ook gewoon kosten, dus personeel en marketing. Ja. En de huur. Maar ja, dan zou je deze twee dingen net zo goed weg kunnen halen. Dan kan iedereen net zo goed bij de leesfabriek gaan kopen, toch? Wat doen deze twee schakels nu, waardoor dat zij best veel verdienen op zo'n zak chips? Wat lopen zij? Het? Ja? Risico, ja zeker, dat is risico, hè. Want die groothandel, die zegt tegen Lees, doe mij 100.000 zakken chips. Daar willen zij 20 cent in dit geval aan verdienen, omdat zij weten dat die 100.000 zakken chips krijgen ze misschien niet allemaal verkocht. Ja, misschien is het de smaak wat niemand wil, of komt er slecht nieuws uit over de, net die zakken chips, dat mensen het niet meer willen. Dan zitten zij met het risico. Dus dat inderdaad is de toegevoegde waarde vanuit hun. Daarnaast zeggen zij gewoon, maar ja luister, wij kopen het in zo'n grote hoeveelheid in, daar, dat die prijzen wat lager zijn. Ja? Ja, dus zo inderdaad, dat is een beetje hoe de toegevoegde waarde werkt.